laat maar maar los. Je ogen maar open. Wat? Hey, nee. Zo. Wat dit was. Zo. Hé, wacht, hij is niet. Een beetje naar boven. Hey, wacht, ik kom maar aan, broer. Hé, banaantje. Waar is die hond? Regen hij ligt daar binnen of zo. Die hond? Ja, hij ligt binnen toch? Regel een banaan voor mijn Bila. Ja, ja, moet je geen broodje ei. Nee. Hey, goeiedag dames en heren. Ik ben vandaag met Jules. Hij gaat ons afzetten. We hebben een klein, of tenminste, ik heb een klein cadeautje voor Vonneke, ze weten het nog niet. We gaan er zo heen. En ja, maar ik hoop dat ze het leuk vinden, man. Ja, jullie gaan het zo zien, man. Ik ben zenuwachtig. Dus ja, maar komt goed, jullie zien het zo. Ciao. Ja, maar ik ben vandaag ook met Bila. Bila gaat ook mee. Wat denk je? Denk je dat ze het door gaat hebben? Nee, hè? Niks. Het is heel iets groots, man. We gaan het zien. We zijn ook met Juice vandaag, die gaat ons afzetten. Peace, ja. 2020. Begrijp je, we moeten knallen. Doorgaan. Ciao. Ja, we zijn onderweg in de auto. Yeah. We zijn met Bila en Juice. Onderweg naar Apeldoorn. Wij moeten even wat regelen. Vonneke gaat gezellig mee. En ik heb ook een klein cadeautje voor haar. Wat denk je dat het gaat worden? Ik weet niet, vorige keer was het een hondje. Ja. Brownie. Dus, ja, oh, je bent die schoenen vergeten. Oh ja, en de schoentjes die ik hier heb. Ja. Ja, deze dag word ik wel echt verwend hoor. Ja, dus, mag ook wel toch. Ik zou echt niet weten wat er nu zou zijn. Oké, als je één keer mag raden. Wat denk je? Ik weet het echt niet. Gewoon doe een gok. Je hebt niet iets doms gehad toch? Ja, het is wel iets doms ja. Vliegtuig. Nee, maar even serieus, je hebt niet iets waar we laat spijt van gaan krijgen. Nee man, nee. Ik denk het niet. Gewoon nog gok, je hebt al brownie, misschien haal ik wel een paard. Zeg het maar, wat denk je? Voor in de achtertuin. Oké, geef me een hintje. Oké, laat me eens een goede. Oké, het is net een mens. Net een mens? Ja, want het moet voeding hebben. Het moet voeding hebben. Het is net een mens. Het heeft iets nodig. Ja, soort. Het is wel een. Het is wel een soort van huisdier eigenlijk. Nee, maar nee, we hebben een vogel en een hond. Ik wil echt niet nog een dier in mijn huis. Jou ook al. Ja. Jij loopt ook alles op tevreden. Nou, we gaan het zien. We zijn er bijna. Dus ciao. Vonneke wil graag weten wat het wordt. Kan je haar geen. Ik zeg je heel eerlijk. Ja, zeg het gewoon, man. Ik ga niks zeggen. Ik kan je wel een tip geven. Yeah. Dat is wat anders dan het af, zeg maar, verklappen. Oké, vertel. Ik denk dat het iets. Maar broer, ga niet te ver. Jawel, want het moet wel een verrassing blijven. Het moet een verrassing blijven, broer. Het moet wel een verrassing blijven. Ja. Meer aan als Davinio. Nee, wat? Grapje. Nee, ik. Ja. Ja, hoe kan je dat het best zeggen zonder te verklappen? Moeilijk. Ja. Wat jij ook al zei, Noordzaar, je weet toch? Het heeft sowieso altijd voeding nodig. Ja, het heeft echt voeding nodig. Denk daar even dieper over na. Het heeft voeding nodig. Daar moet je eigenlijk even mee doen. En hij eet veel. Dat kan ik je zeggen. Ja. Hij zei, weet ik veel. Dat kan ik je niet zeggen. Ik denk gelijk aan supplementen. Supplementen? Hoezo denk je aan supplementen? Ja. Baby. Brownie is ook mee. Baby. Ja. Maar laat je verrassen, zou ik zeggen. Ze wil echt de hele tijd. Ze vraagt de hele tijd wat het nou wordt. Ze gaat het zo zelf zien. Ciao. Ja, maar we zijn bij de Mercedes dealer aangekomen. En ja, mijn Vonneke staat buiten. Ik wacht even op de Mercedes dealer die mij de sleutel zo gaat overhandigen. En dan Vonneke zit in de auto met de ogen dicht. Ik heb gezegd dat ik met een verrassing naar haar toe kom. En ja man, dus ik ga er zo halen met Bilo. De auto staat hier onder de doek. Ja.
Hij staat hier onder het doek. Grap, joh. Het zijn geen grappen. Dit wordt hem dan. Oké, dan. Een sink. Huh? Die mooie dingen. Huh? Ja. Ze werken hard. Ga maar dit goed filmen. Ze werken hard. Mag ze ook wel eens beloond worden. Ja, ik hoop je dat weet ik... toch? Ik hoop dat ze het een mooie, leuke aanschaf vindt. En dat ik de juiste heb uitgekozen. Ik denk dat ze dit echt totaal niet gaat verwachten, man. Ja, man, ciao. Filmt het. Ja, toch, let's go, man. Ze zit nu in de auto. Ze heeft echt niks door, denk ik. Maar we gaan er blij, man. Nog niet af. Had je niet gewoon nog normale blinddoek? Ja. Hey, dit lijkt echt alsof ik iemand gekidnapt heb. Stap maar op. Ja, maar kom maar. Wow. Ja, loop maar, loop maar. Kom maar. Of ja, zo hè. Zo kunnen we ook toch doen. Oké, we gaan je ogen gewoon dicht, die mensen binnen gaan echt raken. We lopen nu bij de stal naar binnen. Ga je van bungee jumpen? We gaan niet bungee jumpen. Wat? Nee. Wat? Nee. Hou je van bungee jumpen? Nee. Nee? Hou je van... van hoogte? Ja, laat maar los. Je ogen maar open. Wat? Hey, nee. Ja. Dit is hem. Ja. Dat is het mooi. Hier zijn de sleutels. Ik heb mijn achternaam school verkeerd geschreven. Kijk wat staat er, dit vel. Dit vel. Ja, man. Oh, man. Kijk, hier zijn de sleutels. Ga je kijken hoor. Yes. Hey, AMG in this bitch. Zoiets, hè? Hey. Frisse kap, hè? Ik zeg je eerlijk, dit is wel echt... dit is wel echt lijf, hoor. Ja. Maar je mocht ook al wat je op mijn vorige auto kapot gemaakt. Oh ja, ja. Oh ja, daarom heb ik ook een nieuwe, dus... Je weet toch? Dit is ook ietsje beter. Kijk, Brownie. Voor de mensen die het niet wisten, de vorige Mercedes heb ik per ongeluk laten exploderen op de snelweg. Te weinig olie in de... Hoe noem je dat als de auto geen olie krijgt? Ja. Vastlopertje. Dankjewel, baby. Ja. Ja. Ja, rij maar naar buiten. Dat zijn ze. Moet ik naar buiten? Zal ik hem voor je naar buiten? Ja, graag. Anders gaat het alweer. De bumpers, de matjes. De stiksels aan de binnenkant. Ik zou zeggen, veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Waar gaan ze die niet van? Ik wil dit mee niet. Hey, Digital Dash. Digital Dash. Goeie uitkomst. Mooi tijdloos. Ja mensen, we zijn er weer. Wat vind je ervan? I'm so, so happy. Yeah. Wacht, de eerste tune die we gaan luisteren. You rich. Cowboys. Hey, so. You tune. Hey. Ik ben Antiana. Laat me lopen, Antiana.
Ik heb die Johnny cake. Ik heb die Johnny cake. Ja, maar dit is mijn nieuwe tune. Hij komt binnenkort online. Ja, maar ik denk dat ze er blij mee is. Ja, thank you, baby. Gisteren. Ja, man, dus zo. Ze is er blij mee. We hebben hem gehad. Dus ja, we zijn er weer. Mooie auto. Ze is er blij mee. We kunnen weer weggaan. We kunnen weer op de weg. Gaso. Gasolina. Ja. Grijp, joh. 20 jaar. 22 jaar. We zijn er gewoon. Het. Grijp, joh. Dit is echt kut, hè? Dit is. Boring, I don't like good girls are boring. Chanel bag, so what you want? Nou jongens, ik zit in mijn nieuwe auto. Ik ben echt super blij. Alleen wil ik wel tegen jullie zeggen dat veel mensen zeg maar een auto filmen, dat ze een nieuwe auto hebben en zo. Maar wij hebben echt iets van 4 of 5 maanden echt een hoopty gereden. Hoopty is echt gewoon een oude, versleten auto. Die ga ik jullie straks ook laten zien. Maar je weet toch, veel mensen die filmen niet dat ze aan het bouwen zijn en wij wel. Dus ja, dat jullie dat zeg maar ook weten, dat het niet alleen maar zonneschijn is natuurlijk. En ja, oké, wat moet ik nog meer zeggen? Ja, dat was het wel eigenlijk toch. Maar mensen filmen ook altijd mooie auto's, maar het is niet altijd van hun. Nee. Maar mensen laten zich altijd gek maken door wat ze zien. Ja, dus jullie moeten sowieso, je weet toch... Lieg niet tegen jezelf. Ja. En niet alles is wat het lijkt. Trust your own process. Je weet toch niet omdat een bekend iemand of iemand waarvan je fan bent, je weet toch de nieuwste Dior schoen of de nieuwste Aquas heeft gehaald, betekent dat ook niet gelijk dat jij dat ook hoeft te doen en al je geld daarin hoeft te spenden. Alles komt met de tijd. Alles komt met de tijd. Nog? Hey Brownie, ga je lekker? Ga je lekker? Ja. Edes. Zeg het maar alstublieft. Wat is de hoofdstad van Spanje? Wat wilt u doen? Wat is... Wat? doe het binnenlicht aan. Het spijt me, maar de functie is niet beschikbaar in deze auto. Oh. Hey Mercedes! Hij wil niet horen. Hey Mercedes! Hey Mercedes! Hey Mercedes! Hey Mercedes! Hij lijkt op mij. Zeg het maar alstublieft. Ik heb het koud. Wat? Hij wil ze niet horen. Hij wil je niet horen. Hij wil jou niet horen. Hey Mercedes! Doe de stoelverwarming aan. Ik schakel de stoelverwarming in. Oh, je bent al wakker. Ik dacht dat je aan het slapen was. Ja jongens, we zijn aan het rijden. Onderweg. We zijn nu in Almere. Voorbij mijn moeder moet eten. Oh, hoe ga ik dit goed zijn? We zijn alweer 3 uur onderweg, of 4 uur, vanuit Apeldoorn, auto opgehaald. Vanuit daar zijn we doorgereden naar Rotterdam. En ja, nu gaan we bij mijn moeder even wat eten. En ja, daarna gaan we lekker naar huis en slapen, vroeg naar bed. We moeten morgen weer vroeg op. En ja, ik denk dat ze het wel leuk vindt. Dat ze het leuk vond. En ze is er heel blij mee. Brownie slaapt ook. Slaapt ook daar beneden. Dus nee. Ze is er blij mee, daar ging het om. Dus dat was het, ciao. 4 maanden hebben gereden. 4 maanden lopen bikkelen. Kijk die dip. Kijk dit. Oh ja, dit ook nog eens. Wat is dit? En zelfs alle velgen zijn eraf gegaan. Ik heb even mijn wimpers eraf gehaald, want ze waren echt super zwaar. Nou, ik hoop dat jullie deze vlog super leuk vonden. Ik had het echt niet verwacht. En ik ben ook echt super blij dat ik deze nieuwe auto heb gekregen van mijn liefste vriendje in the whole wide world. Nou, vanaf nu kunnen we sowieso alleen maar up. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt.
binnenkort komen er superleuke dingen online. Dat zeg ik echt altijd. Maar nu echt, volgende week komt er een super bom op internet van mij. Tjallas.